Nou, we hebben weer een interessant stukje Nederland gevonden. Moet je kijken, wat leuk dat het er hier uitziet. Met een heel ouderwets, hoe noem je dit? Een pomp. Een gemaaltje, hoe noem je dit? Ja, is een gemaal, denk ik, ja. Ja. En dat staat hier dan gewoon ergens in de uiterwaarden. Nou, kei mooi toch? Ja, de Nederlandse wolkenluchten zijn zo mooi. Echte bolletjes. Lekker brandneteltjes voor in de thee, dadelijk. Hi, welkom bij de Kruidenheksen. Nou, we staan hier bij de meidoorn. Kijk, Kijk maar. het jonge meidoornblad. En dat is nou nog heel mooi mals. En wij hebben ons aangewend om elke dag 7 blaadjes meidoorn te eten. Maar om te beginnen is het wel handig om eraan te wennen als je met de jonge blaadjes kan beginnen, want die zijn nog mals. Hè? En dan gaan we dat even gebruiken vandaag ook om op te eten. Kijk, mooi hè, die jonge blaadjes. Die gaan we lekker plukken vandaag. Ik ris ze altijd gewoon zo af. Kijk uit hè, want ze waaien nu gelijk weg. Ja, er zitten wel dorens aan de meidoorn, vandaar ook de naam meidoorn, hè? Ja, ik moet zo meteen mijn hand erop houden. Zou ik wel doen, anders moet je het in je hand houden misschien. Ja, we proberen jullie gewoon wat praktische oogsttips te geven. En op dit moment is dat het jong meidoornblad. Ja, en dan denk je misschien, waarom zou je dat jonge meidoornblad nou eten? Nou, dat is heel simpel. Meidoornblad is echt extreem goed voor hart- en bloedvaten. Het Ja. reguleert je bloeddruk. Dus heb je een te hoge bloeddruk, dan verlaagt hij je bloeddruk. Heb je te lage bloeddruk, dan verhoogt hij je bloeddruk. Het helpt tegen hartritmestoornissen. Het helpt het hart herstellen als je bijvoorbeeld een hartaanval hebt gehad. Het verlaagt het cholesterol in het bloed. Dus ja, Ja, het heeft eigenlijk alleen maar positieve effecten. en het werkt inderdaad heel erg goed voor hart- en bloedvaten, maar daarnaast is het ook gewoon heel gezond qua inhoudstoffen. We hebben al genoeg, hè? En in Engeland bijvoorbeeld noemden ze het bread and cheese tree. Nou, dan hoef je niet te denken dat dat om de smaak gaat, want het is, ja, er zit bijna geen smaak aan die blaadjes. Maar rondtrekkende reizigers leefden ervan. Als ze dus rondreizen, dan aten ze die blaadjes als voedsel. Ja, marktkooplui Ja, bijvoorbeeld, zo die ja, van dorp naar dorp trokken. ja. Je kan het dus heel makkelijk eten. We laten jullie even zien hoe we dat gaan doen. Moet je kijken op wat voor een rare plek dat we nou terecht zijn gekomen. We staan hier echt in het midden van de struiken, zo ongeveer. Ah, is wel grappig, want hier zitten we een beetje beschut tegen de wind. Dat waait vandaag heel erg hard. Nou, ik zal eerst eens eventjes wat thee voor ons maken. Dan kan die al een beetje trekken. Ja, we hebben Ik ben net gewoon. wat brandnetels geplukt onderweg, hè. Ja, heel simpel. Even brandneteltje erin. Oh, het Zo. waait hard. Ongelooflijk. Nou, hè. Kijk, we gebruiken nu de meidoorn als toekruid. Vind ik altijd zo'n leuk woord. Want we hebben een smeerseltje bij ons. Even kijken of die. We hebben een vegan filet américain gemaakt. Erg lekker, een aanrader. Ja, er zijn veel vrouwen die zwanger zijn en die normaal gesproken bijvoorbeeld filet américain eten. Wij eten dat overigens niet. En die willen toch iets anders hebben wat ze wel mogen eten. En dit mag je dus gewoon eten. Ja, of als je het lekker vindt en je zoekt een plantaardige variant. Ja, inderdaad. Deze is vegan en het is een, oh, het is een heel lekker recept. We delen hem in de jaaropleiding. Ja. Want het is ook, ja, het is handig als je praktisch weet hoe je iets kan gebruiken. Want die meidoornblaadjes zijn heel gezond, maar er zit weinig smaak aan. Wij knabbelen ze overigens ook gewoon als we onderweg zijn, omdat het toch de meest natuurlijke manier van voeden is om gewoon iets te eten wat direct van de plant afkomt. Daar zit gewoon levensenergie in en dat ga je voelen.
Maar het is ook leuk als je een lekker receptje hebt. Oh, ik doe ze lekker royaal beleggen ja, deze doe keer. Maar, doe maar. Zo, en dan... En dan lekker die meidoorn erop. Dan hebben jullie gewoon een ideetje van, goh, wat kan je daarmee doen? Het is zeker niet vies, maar heel neutraal van smaak. Dus het is wel leuk. Ja, maar als je hebt daar mooi het voordeel van. Ja, daarom. Kijk. En dan is het toch wel leuk als je... Lekker. Ja, een leuk receptje hebt wat je erbij kan gebruiken. Nou, deze kan weer dus even doe dicht. Een smeerseltje en dan kan je het daar bovenop. Kan bijvoorbeeld ook een humus zijn, hè? Ja, wat je zelf wil. Nou, lieve mensen, ga er eens lekker op uit en knabbel dan buiten die meidoornblaadjes. Hè? Wij hebben ons dat aangewend. Het is wel slim om in het voorjaar te beginnen, want dan zijn ze heel mals. Kijk, wij eten ze gewoon zolang dat blad aan de meidoorn zit. En op een gegeven moment worden ze wat taaier. En dan eet maar zo zijn ze lekkerder. Zoals dat ze nu zijn, zijn ze eigenlijk het lekkerste. Ja, daarna eet je ze gewoon omdat je weet waar je het voor doet, hè? Ja. Maar en, met zo zo'n hartige... is het heel goed te doen. Ja, het begint los te raken. Met zo'n hartige spread... Is dat... Als jullie trouwens de camera op en neer zien gaan, dan klopt dat. Hij zit namelijk vastgebonden aan een tak. Ja, dat was even iets. Er ging even iets neer, maar goed. Het kan gebeuren als het hard waait. Ja, zeker weten. Dus. Maar wij gaan hier lekker van knabbelen nu. Ja, en wandel binnenkort eens met ons mee. De lente is zo'n mooie tijd. Mm-hmm. Ik vind de lente zo'n mooie tijd van het jaar. Wanneer was ook alweer de volgende wandeling? Nou ja, de data staan in ieder geval op onze website in de agenda. En als ik me goed herinner is de volgende wandeling 14 april. Ja, hè? Ja. Nou, ik hoop niet dat ze zeeziek worden van het beeld. Kijk, ja, ik zie hem op en neer wapperen. Nou. En vergeet niet een thermosflesje met heet water mee te nemen onderweg. Doe je er lekker wat plantjes in, heb je nog lekker op thee ook. Ja, precies. Nou, dit was ons tweede oogsttip. We gaan er een hele serie van maken. Ja. Het is toch leuk om te weten wat je wanneer kan halen uit de natuur. Hey, tot de volgende kruidenheksen. Doei!